Goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we een paar moeilijke sterren te pakken gehad. We hoeven er nog maar 15 en ik hoorde de hele tijd een irritant piep 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 geluid. Want Toti heeft weer mail voor ons. Here's a letter from Princess Peach. In a faraway place, we hope you're having... Oh, dat is weer alleen maar een paar levens. Aangezien dat ik dus zoveel problemen mee heb gehad, heeft het spel medelijden met me en krijgen dus extra levens. Omdat, ja, ik heb best wel faalproblemen gehad, zeg maar, met de sterren die we tot nu toe hebben gehad. Maar er zijn dus zeg maar nog 15 sterren die we nog moeten halen. En nou leek het mij gewoon het best om dan gewoon eventjes naar die ene wereld toe te gaan, zeg maar, waar er nog sowieso 5 sterren te halen zijn. En die andere 10 zullen dan wel via prankster comments te halen zijn, ben ik bang. Vind ik eigenlijk best wel eng. Dus, zonder enig oponthoud... Gaan wij dus naar, niet de Engine Room, want de Engine Room, daar hebben we bijna alles al gehaald, behalve dan de Purple Coin missies. Wat is dit? Waar breng jij ons naartoe? Oh, dat was nogal pointless. Dus mag ik alsjeblieft terug? Ik moest heel eventjes weten waar dat we ook alweer naartoe moesten gaan en alles, maar dat maakt niet zoveel uit. Goed, ja, ik had heel eventjes een break, zoals ik af en toe wel eens heb, between afleveringen. In verband met nieuwe Smash characters die dus zeg maar announced zijn. En ik moet zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld. Ik had eigenlijk... Nou ja, dit killt me niet. Ik begin al te falen, zowel dat we nog niet eens in een level zitten. Oh, daaronder zit stiekem mijn leven. Ik ga het gewoon negeren. Nee, maar ik ben een beetje teleurgesteld. Ja, ik ga gewoon vertellen welke karakters dat het zijn. Het waren de 2 van Fire Emblem en Captain Falcon die is geannounced. Nou, Captain Falcon, daar zat ik inderdaad, zeg maar. Daar wist ik wel dat hij terug zou komen. Maar dat is nog steeds niet echt een van de mensen van de brawl waar ik op eigenlijk zat te wachten. Zit ik nog behoorlijk veel op een slechterik van dezelfde games te wachten. Zoals inderdaad Ganondorf. Dat is een van de... Ik vind het persoonlijk een van de beste... karakters in Super Smash, omdat ja, ik vind het wel gaaf om als slechterik ook af en toe te kunnen spelen in plaats van elke keer de goede Rick uit te hangen. Wie is Rick? Weet ik ook niet. Maar daar zit ik dus op te wachten. Wario is ook nog steeds niet bekend of die terugkomt of niet. Maar ja, aangezien dat het de oorspronkelijke karakters zijn, heb ik wel zo'n idee van tot ze überhaupt eigenlijk nog wel terug zouden komen. Goed, in ieder geval, dan zijn we hier dus bij Molten Hupplepup Galaxy. Kan mij de naam eigenlijk iets boeien? Nee, niet echt. Deze galaxy is ook een pain in de butt. Ik weet dat hier een secret ster zit. Of dacht dat hier een secret ster zou zitten. Dat weet ik tenminste bijna zeker. Maar goed, wat hier dus zeg maar de grootste issue is, is het is een soort van Little Lava Land. Alles is van lava. Je hebt vuurgeizers. Je hebt springs. Waar je op moet gaan en die zakken in de lava en die komen weer terug naar boven toe op het moment dat je dus zeg maar weer veilig hier staat. En je moet hier een beetje platformen, een beetje walljumpen. Hoppakee. En zo moeten we ons eigen naar de ster toe werken. Nou, wat we dus moeten doen, we hebben hier dus een warp. En dan hebben we hier ook een warp. En hier, ik dacht dat dit een secret ster was, maar dat is dus niet zo. Je kunt je eigen dus hier zeg maar in laten vallen. En als je dat doet, kun je dus zeg maar hier een heleboel starbits krijgen. Het enige nadeel is dat de lava er zeg maar op je afkomt. Dus als je al die starbits probeert te pakken, good luck with that. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan explodeert zeg maar heel die vulkaan. En krijg je dus een heleboel extra starbits. Leuk. Oké, dan moeten we hier eventjes warpen. En Hungry Luma! Hoi Hungry Luma. Jij bent dus wel een secret tech. Hey, you got starbits. Je wil transform happiness. 80. Nou, ik heb 100. Dus weet je wat? We gaan gewoon gelijk die extra bonus tip. Hallo. Ja, zo. Camera! Goed zo. Blijf. Zal maar precies 80 hebben en dan die 2 net wegschieten. Dan baal je. Oké, nou, het heeft de 80. That's it, I'm stuffed. Here we go, transform. Dus wel denk ik zeggen dat deze misschien zelfs 6 sterren voor ons in petto kan hebben. De 3 basic ones, deze en natuurlijk 2 prankster comments. Tenminste, ik dacht dat deze 2 prankster comments zou hebben. Dat weet ik niet zeker. Ik bedoel, het is lang geleden dat ik dit 100% heb gedaan. Nogmaals, voor de nieuwkomers ook natuurlijk. Dus, ja, sorry dat ik er niet echt veel vanaf weet. Oké, dus dit is zo'n plateautje waar lava gaat... verschijnen en terugkomt en alles. En moeten we dus bij de witte plekken terechtkomen om dus veilig te komen staan? Oké. Ik ben oké. Muntje erbij. Gaan we hier naar de pol. En we moeten dus zeg maar 5 silver stars zien te verzamelen. Dat dus zeg maar een gouden ster geeft. Oké, dat is duidelijk.
Nou, dan springen we gelijk eventjes naar dat muntje hier naartoe. Want ik zie hier al gelijk weer een golden shroom. Ja, op het moment dat hun er zeg maar weer in de lava vallen, zullen ze gelijk gereactiveerd worden. En deze die is eigenlijk best wel tricky om te krijgen. Maar ja, geen echte issue. En de witte vlakken die je dus zeg maar ziet. Oh, kom op, kom op! Donder op. De witte vlakken, die zag ik niet, die fireball eerst. De witte vlakken die je dus zeg maar ziet, ja, die zijn nogal natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Kan ik hier even in het midden op even veilig staan? Dan kan ik heel even kijken waar we dan... Oké, we kunnen die kant op. We gaan deze kant gewoon op. Oké, veilig stuk hier. Veilig stuk hier. Donder op blauwe vlammen. Donder op blauwe vlammen! Ik ga naar beneden. We gaan weer naar die springs. Waar zit die laatste? Ik wacht hier wel. Nee! Omhoog. Okay. Hier. Hier eventjes. Dan ben ik ondersteboven van donder op jullie. Ik zie hem nergens. Donder op jullie. Ik ga gewoon dit nemen. Ik zie hem. Heb eens. Oké, nou moeten we eventjes dan weten waar dat ster dan zich verschijnt. Oh, perfect daar in het midden. Oké, en natuurlijk... Oké, nee, dat is de verkeerde kant, Nee. Nee. Oké, kom. Pak hem. Ik was heel eventjes bang dat ik daar dus ook weer even een gigantische paal neer zou zetten, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Nou, zoals altijd, als we dus zeg maar een secret ster vinden, dan knip ik heel eventjes naar voren toe dat we weer terug zijn bij die Hungry Luma. En vanaf daar gaan we gewoon verder naar de basic ster. Dus, we hebben 106 sterren, we hebben 7 muntjes, we hebben 22 starbits, 7 game, nee. Ik zie jullie zo terug. Oké, en dan zijn we weer terug hier, bij de drie planeetjes. Zoals jullie daar zagen net, daar zit dan weer zeg maar die Hungry Luma. Die vulkaan die is daar nog steeds lekker aan het uitbarsten. Heel erg leuk die vulkaan. En dan moeten we hier via de poolstars, moeten we dus zeg maar onze weg banen door een paar mini-zonnen. Ja, ik dacht altijd dat het mini-zonnen waren. Dus ben je het niet mee eens met die naam, sorry, maar zo noemde ik ze altijd. Dus ze spuren. Ze spuren af en toe nog wel eens een beetje vuurbloemen af, zeg maar. Waar je dus, vuurballen waar je uit moet kijken. Maar op zich is het niet zo moeilijk om daar je eigen door te manoeuvreren. Dus, Oké, gaan we naar in toe. Dit vind ik eigenlijk een heel erg mooi shot. En zo ook die, kriebel in mijn keel. Daar ben je niet vrolijk van, weet ik. Maar gewoon zeg maar al die details die je dan in de verte ziet. Ik weet niet, ik vind het altijd wel hebben. Dus, nou hier moeten we... Weer eventjes. Jullus! We moeten weer eventjes gauw starchips verzamelen. Dus dan komt er waarschijnlijk. Ja, laten we ground pounden in de lava. Waarom ook niet? Hier, geef mij nu je munt. Ik maak geen komma, maar een punt. Juist. Batterij! Ik weet het! Hey, dat is niet eerlijk. Niet lief. Je bent een stoute vuurbal. Oké, nou, waar zit die laatste? Oh, daar. Oké, en daar komt onze ster terecht. Oké, ik vind het best. Wij gaan gewoon gezellig al die kant op. Soms vind ik het wel jammer als ik niet echt precies weet waar ik over moet praten. Of wat dan zeg maar de handigste manier is. Omdat, je kunt een beetje zeggen dat het... Ja, het is niet echt half blind of zo dat ik dit aan het spelen ben. Het is meer van dat ik vergeten ben precies hoe dat sommige sterren ook alweer werkt. En waar je ook alweer naartoe moest en waar dat alles heen gaat. Net zoals dit plateau, dat begint in één keer te zakken. Kijk, je ziet nou dus zeg maar tot alles begint te kraken. Je ziet de lava dus hoger gaan. Dus we moeten hier nogal snel gaan klimmen. Want die lava, nou ja, de lava gaat niet hoger. Op dit moment zinkt zeg maar het plateau... Die zinkt zeg maar in de lava. Dus je bent niet echt... de lava die stijgt niet. Het planeetje dat zinkt gewoon. En op zich vind ik dat wel een leuke detail. Oké, we krijgen hier. Dat is niet echt handig. Dan moeten we walljumpen. Oké, we gaan walljumpen. We gaan walljumpen. Dan ben ik maar hoger. En voor de mensen die het zich afvragen. Op het moment dat je bij de ster bent. Nee. Het plateautje blijft zinken. Dus
Ben je bij die ster zo snel mogelijk? Laat je niet afleiden door de starbits. Klim gewoon snel omhoog. En probeer zo snel mogelijk bij die ster te komen. Ik negeer al die vijandjes. En voor de mensen die het zich echt afvragen, ik zal het even laten zien. Als hij me niet lastig gaat vallen, want anders val ik hem gewoon lastig. Ga weg. Zakken we nog steeds? Zakken we nog steeds, jongens? Ja, we zakken nog steeds. Oké, daar komt dat lijntje. Daar is dat weg. Zie je, we blijven zakken. Ah! Dat was dom! Launch op die ster! Ah, ik... Waarom moet ik altijd alles laten zien? Luigi met de supervijs. Sorry voor die faal. Ik weet het. Ik moet altijd alles laten zien. Daar kan ik niks aan doen. Ik bedoel, zo ben ik. Heel veel die denken dan zeg maar dat net voor de ster, tot daar dan zeg maar tot het plateautje net boven zal blijven drijven. Tot er dus helemaal geen issue zou zijn. Dit is dus niet het geval. Hou er rekening mee. Op het moment dat je daar dus naartoe klimt, pak zo snel mogelijk die ster. Oké, nou hebben we heel erg veel starbits. En we hebben dus een extra Hungry Loomer. Die staat dan daar. En volgens mij was dat degene die 2000 starbits nodig had. Ik wil nog eigenlijk kijken of ik hier nou nog... Ja, weet je wat? We doen nog heel eventjes één sterretje hier. En dan kijken we wel eventjes bij die Hungry Loomer. Trouwens, nee. Die Hungry Loomer die wil ik eventjes bewaren voor als we heel erg veel Purple Coin missies moeten gaan doen. Want er zitten dus nog echt heel veel Purple Coin missies aan te komen. Dus... Through the Meteor Storm. Ach, waarom ook niet? Het is net alsof dat je door een Bowser level heen gaat. Ik bedoel, die deed niks anders dan die dingen naar je toe schieten. En op zich, ik vind dat zo mooi, hè. Weer tegen de microfoon aangesloten, sorry. Ik kan er niks aan doen. Ik vind dat zo mooi. Hoe dat ze dan, zeg maar, zulke dingen dan maken, echt. Nou, zoals we hier dan zien, al de lava is opgedroogd. Tenminste, ik neem aan dat dit hier eerst lava was. Maar je wilt dus zeker even schaduw in de gaten houden als je dus, zeg maar, een grote schaduw op je af ziet komen, zoals daar. Dan kun je dus perfect ondertussen zien waar dat zeg maar zo'n gigantische doofus zou komen. Oké, ik zou kunnen... Wat doet hij dan een vuurbloem? Pas, ja, hè? Batterij! Oh, dat was niet slim. Dat was niet slim. Dat was niet slim. Dan zou er hier toch een vuurbloem moeten komen ofzo? Of moet ik dan per se hierop staan? Dat dan hier een komeet op zou flikken ofzo? Ik heb nog geen vuurbloem gezien of iets. Nee, hier komt geen komeet op. Oh, wacht, ik moet jou hier naartoe lokken. Oké, nou kom maar. Gundam! Gundam vuurheet hoofdje! Oké. Ga nou maar dood. Doei! Bedankt voor je hulp, sterf nu. Goed. En dan gaan we weer gelijk over naar een ander klein planeetje en... Dat vind ik wel jammer dat je echt elke keer van zoveel kleine klote planeetjes naar elkaar toe moet komen. Ik bedoel, ik weet je hebt levels zoals... Je hebt levels zoals... Honey Bee Galaxy. Wat dus zeg maar één groot level is. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk dat je zeg maar heel veel van die kleine dingen hebt. Maar het wordt een beetje te veel gedaan. Ik bedoel, er is weinig te onderzoeken. En ik vind altijd in 3D-spellen wel leuk om alles te onderzoeken. Dus, Starbits. Geef ze. Oké. Nou, als ik me niet vergis, dit zwarte goo-ish gebeuren. Oh, we moeten hier startjes verzamelen. Oké. Het is altijd, zeg maar, ook al speel je als Mario, volgens mij is dat dan automatisch ook slippery. Dus, nou, laten we dan maar die startjes gaan verzamelen. En natuurlijk overal blijven die kometen vallen. Zit er hier nog ergens eentje? Nee. Oké, want ik wil in één stuk doorlopen en niet dat ik daar moet backtracken van waar zit die laatste nou. En ik wil natuurlijk ook niet 300 keer in de lava springen als het eventueel mogelijk zou zijn. Oké, nou, ik zag hier nog eentje. Ik zag aan de andere kant nog eentje. Kan ik alsjeblieft mijn sprongen goed timen in plaats van constant geraakt te worden? Oh, kom op. Ik word hier gewoon heel hevig gecomboed. En dan moet ik weer backtracken. En dan heb ik dus helemaal nog geen zin in. Nee. Oh boy. Waar zit die laatste? Waar zit je? In die doos natuurlijk. Oké. Mag ik een muntje? Mag ik een muntje van iets? Of iemand? Geef mij nu een... Sorry. Oké, dus die starchip die zat natuurlijk hier in die doos. Sorry dat ik daarin faalde.
Goed, dan kan ik alweer terug gaan knippen van... zie jullie wel weer terug op het moment dat ik alles heb. Maar op zich zijn deze startups niet zo ver van elkaar af. En dat ik gewoon een doofus ben door die ene te missen. Dat is mijn eigen complete fout. Dus sorry nogmaals daarvoor. Dus ik neem jullie gewoon heel eventjes mee ondertussen dat ik deze ook nog heel eventjes meeneem. Zo, en dan raak ik natuurlijk weer zo'n stomme meteoriet. Oké, nou hebben we alles en dan onze verhaal daar is en dan kunnen we gewoon verder. Alsof dat die verhaal dus nooit gebeurd is. Dat wil ik zo blijven denken, dus wow, dat ziet er eigenlijk best wel mooi uit. En dan zeiden ze dat de Wii grafisch niet erg veel aankonden. Misschien is het lui, zoals de meesten dat zeggen, van jou op zich is dat niet zo, stelt het niet zoveel voor, bla 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 bla. Ik vind het mooi, dat is mijn mening, deal with it. Oké, we hebben bullet bills, dus ik neem aan, of ja, bonsai bills dus. Ik neem aan dat er hier ergens weer zo'n, oké, weet je wat, volg jij me heel eventjes? Ah, ja hoor, we moeten ze hier naartoe lokken. Dat wordt dus een hele grote issue. Oké, nou weet je wat, ik wil eerst eventjes dan een paar van die... Oh, kijk hier nou toch eens. Ze schieten hier gewoon naartoe. Oké. Dus, als ik me niet vergis, zijn heel erg veel van die baklava's. Oké, hij volgt ons. Slalom. Yay! Dat was op zich niet zo moeilijk. Die was wel decent. Ik bedoel, ik heb moeilijkere gezien, zoals jullie weten. Oké, dan hebben we een paar starbits. En dan komen we dus bij dit hele mooie ding terecht hier. En natuurlijk is het een balansspel. Oké, nou dan ga ik dus heel voorzichtig doen. Want overal vallen nog steeds van die meteorieten. En ook al kun je geen schade meer nemen. Oh, ik haat dit muziekje. Ja, sorry, ik ben niet echt een liefhebber van dit muziekje. Maar ook al kunnen we geen schade meer nemen. Je kunt natuurlijk overal nog steeds van weggebounced worden. En dat is niet erg prettig. En zoals we dus hier eindelijk terechtkomen. Ik vind dit zo gaaf gemaakt. Ik vind dit echt een van de gaafste dingen waar je doorheen mag rollen. Maar ja, zo moeilijk is dit niet hoor. Ik bedoel, je hebt dat eerste bonus level gehad met die gatenkaas er doorheen. Dat je sterk is en altijd van die koekjes voor een batterij had. Dus op zich is deze niet zo erg. Deze is best makkelijk te doen. Deze is best decent. Alleen vergeet niet hier... Vergeet niet de springknop te gebruiken. Volgens mij had je hier een speedy comic bij ofzo. Ik weet het niet meer zeker. Dus maar goed, we hebben dus nou hier ook weer de ster te pakken gekregen. Na die ene faal op zich niet zo'n moeilijke ster. Dus sorry voor die best wel falende faal. Op zich was hij best een boon. Laten we gewoon zeggen hij was best te doen. Dus ja, met deze ster denk ik toch dat ik bij deze aflevering ga laten. En ja, ik hoop jullie sowieso morgen te zien weer in de nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Dus ik dank jullie voor het kijken, hoop jullie dan te zien. En met dat ja, heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Ja, en met dat hoop ik jullie natuurlijk te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Ik ga nog heel eventjes snel naar het... Ja, trouwens, ik weet niet of dat verandert met 7, dus hij heeft eigenlijk weinig nut. Dus maakt niet uit. Blablabla. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dus ja, tot morgen. Doei! Bedankt voor het kijken, jullie zijn awesome.